Griesbeek. 25 boten die treden daar aan, 25 solo's. En de man en een boot, dat is wel een dingetje. Iedereen heeft zijn eigen tricks en is trots op zijn eigen boot. En vandaag gaan we eens praten met Henk Scholten, hier achterin, over zijn boot, de Millennium Falcon. Bijzondere boot. Henk, ja. Mag ik jou even storen? Zeker. Dus de Millennium Falcon, vertel eens wat over je boot. De boot, ja, dat is een beetje een lastig verhaal. Het is, de bouwer is niet bekend. Oh, zelfbouw waarschijnlijk. Ja, als ik Arnold moet geloven, dan is hij gebouwd door een vriend van Vels, de mannen van Vels. Maar er is eigenlijk geen geschiedenis over. Het bouwjaar is ook een beetje vaag, 1995, maar met potlood ingevuld. Jij bent wel heel speciaal bezig met je roer. Ja, klopt. Ik vond het wel leuk om een ophaalbaar roertje te maken. Ik denk, dat kan ik zelf wel. Op het werk heb ik het nodige gereedschap. Dus ik denk, dat proberen we zelf. Dit is het prototype. Er zitten wat extra gaten in die ik niet meer gebruik. Maar het scheelt alleen maar gewicht. En de hele bediening van het roer, dat zit op je helmstok? Ja. Dus hiermee trek ik het naar beneden. En hiermee trek ik hem omhoog. In de winter spraken we met Ted Bakker en Roldan Herder over hun ambities. We spreken even met ze om te kijken hoe de voortgang is. Hey Ted, je ligt op schema, hè? Op weg naar het Nederlands kampioenschap. Ik ga lekker, dat schaakbord hoeft niet gekocht te worden. Ja, ik ben al wel aan het kijken naar het schaakbord. Jawel, ik ben wel ivoor als het kan. Als ik het dan ga doen, wel met een beetje luxe. Oké. Nederlands kampioenschap moet je echt wel beter gaan varen, jongen, want dit is niet goed. Nee, dat klopt. Maar goed, Nederlands kampioen worden we ook niet, Mark. Maar als we goed in de top 10 varen, vind ik ook wel erg mooi. Ja, maar jij hebt gezegd dat als je niet Nederlands kampioen wordt, dat er een bijl in mijn boot gaat. Ja, dat klopt. Nou ja, dan blijft die boot voor jou dit jaar nog heel. Zoals uit deze beelden blijkt, heeft de wind het laten afweten dit weekend. Toch konden er nog twee races gevaren worden.